Welkom bij Topnames, vandaag zonder Stekel, want Stekel zit op Schier Monnikoog in staat genieten van de koude, harde wind. Die is er volgende week weer. Ik doe het in mijn eentje, maar help een handje. Als je nu live kijkt via Twitter, stel je vragen met de hashtag FMT en ik probeer zoveel mogelijk van de vragen mee te nemen. De gast is Nick van Breda. Nick, welkom. Ja, dankjewel. Wat doe je? Wat doe ik? Ja, ik ben momenteel bezig met de Campus Party. Dat is een groot internationaal, ja, deze keer Europese editie van een technologiefestival. Het grootste ter wereld, zeggen ze wel eens. Ze hebben 54 edities georganiseerd en dit is de eerste keer dat ze die in Nederland gaan organiseren. En jij zegt, zeggen ze wel eens, maar dan moet je nog een beetje aan werken. Want je moet natuurlijk zeggen, nee, het is verreweg het grootste festival wat er is. Ja, dat klopt. Het is begonnen als het grootste festival wat er is. Maar ja, er zijn tegenwoordig zoveel festivals dat ik het niet meer zeker durf te zeggen. Maar het is een gigantisch groot technologiefestival waar ook dingen gemaakt worden. En dat is denk ik wel heel erg uniek aan, aan wat er gaat gebeuren. Want wat wordt er gemaakt dan? Nou, je zet daar duizenden mensen bij elkaar. En dat kan van elke achtergrond zijn. Maar mensen schrijven zich in die echt een tech-achtergrond hebben. Die of game developer zijn, of ze zijn met de LAN-parties opgegroeid. En die community is zo hecht geworden dat die eigenlijk heel veel edities afreizen. Dus het is begonnen in Spanje in 1997. En toen begon het als een feest van 200 man, meer een LAN-party. En toen is het uitgegroeid naar nu ongeveer 6-7 edities per jaar in heel de wereld. Waar minimaal bijna 5000 man op afkomt. En nu voor Nederland dus het eerste keer hier georganiseerd. Is al wel in Berlijn en in Londen voorheen georganiseerd. Ook vanuit Nelly Kroes haar rol. Die wilde dat ook echt naar Noord-Europa halen. Ja, en nu voor het eerst in Nederland. En ik mag het mee organiseren. Ja, maar een internationaal concept wat je naar Nederland haalt. In Nederland, zoals je zei, nog niet eerder gebeurd. Hoe zorgen jullie ervoor dat hier ook zoveel mensen op afkomen? Ja, dat is natuurlijk lastiger als dat je begint met 200-300 man. En dan eigenlijk normaal uitgroeit tot aan iets heel groots. Jaar in, jaar uit. Terugkerend. En dan meeliften eigenlijk op de community die het gaat promoten. Dus we doen het momenteel via de scholen, via HBO en universiteiten. Die hebben we warm gemaakt voor wat het nou is. En omdat het heel onbekend is nog in Nederland, was het lastig uitleggen. Maar daarvoor hebben we echt superveel materiaal voor van de voorgaande edities. Dus op die manier konden we toch wel uiten hoe het nou was. En die scholen die hebben een aantal kaarten afgenomen. Dus er zijn een vijftal scholen, voornamelijk in Utrecht en Amsterdam. Die hebben gewoon een aantal 100 kaarten afgenomen. En op die manier kunnen wij via scholen dus studenten bereiken die we graag daar in die week willen laten deelnemen aan de campusparty. Maar er is enorm veel. Er zijn ontzettend veel events op dit moment. Er zijn meetups van allerlei soorten en maten. Alleen al in die periode is de Next Web, een Startup Fest, Europe, weet ik hoe het allemaal mag heten. Wat voegt dit toe? Nou, wat het voor mij toevoegt is dat er echt oplossingen worden gebouwd op vraagstukken waar we nu mee zitten. Van bijvoorbeeld, hoe gaan we om met hoe we eten? We eten heel veel vlees in de wereld en dat kan misschien ons wel een keer al onze natuur die we nog hebben kosten aan bossen en dergelijke. Hoe gaan we dan een ander dieet creëren? Nou, dat is een van de vraagstukken en dan worden er 30 verschillende vraagstukken. Worden daar een week lang wordt aan gewerkt met verschillende disciplines. Dus van jongere studenten tot aan gewoon echte experts die in het veld zeggen van ja, we moeten daar iets aan gaan doen en wij gaan ook deelnemen. Dus die mix van jong en oud, die komt daar samen om daaraan te gaan werken. En dan echt ook in een tentje met elkaar overnachten, dat denk ik dat wel een soort van andere band opbouwt dan dat je naar een normale meetup, naar een normaal evenement gaat waar je meestal alleen komt luisteren. Het heet Campus Party. Een campus hoort bij een universiteit, bij een hoger beroepsonderwijs, wat dan ook. Ja. Onderwijsinstelling. Ja. Is het alleen voor studenten voor studenten bedacht? Of het voor studenten bedacht is, weet ik niet zeker. Wie hoop je daar te zien? Nou, ik hoop daar gewoon een hele grote mix te zien van ook gewoon elke leeftijd die er heen wil. Dus mensen die
de early adopters, de mensen die bezig zijn met ondernemen, die bezig zijn met een start-up of met een idee uit te bouwen. Ja, daar wordt er gewoon heel veel workshops voor gegeven. En de sprekers die daar op het podium staan zijn voornamelijk de mensen die het vanuit scratch hebben opgebouwd. Dus niet echt de namen die nu multimiljonair zijn of zo. Maar wel bijvoorbeeld een Bas van Abel die dan met Fairphone bezig is en die daar heel hard mee aan het werk is om zoiets duurzaams op de kaart te brengen. En ja, die soort sprekers zijn dan ook inspirerend voor ja, studenten, afgestudeerden, mensen die nadenken over ondernemen. Ja, want die komen ze normaal niet tegen. En de ondernemerswereld is best een eenzame wereld. Ja, het is niet zomaar dat je dan met 4, 5 dagen met die soort namen om je heen ja, mee in gesprek kan. En ook mee gaan nadenken over bepaalde vraagstukken. Sommige sprekers die hebben dan ook bijvoorbeeld gewoon een vraagstuk. Fairphone heeft ook een vraagstuk over hoe je die telefoon nou sneller kan updaten, software en hardware in zo'n verzadigde markt van de mobiele industrie. Het is een wereld, ik kom jou en je naam, ik kom jou een tijdje tegen op bepaalde Facebookgroepen, Young Creators, maar ook op andere plekken. Je hebt zelf geen technische achtergrond, maar je zit wel heel erg in die wereld van startups, techneut, et cetera. Wat trekt jou daaraan? Nou, ik heb een horeca-achtergrond eigenlijk, dus ik ben begonnen met een horecaopleiding. In Eindhoven, de Rode Pannen. En daar, ik wilde altijd kok worden. Dus ik dacht, ik ga later in een restaurant, als chef-kok ga ik aan de gang. Maar dan kwam ik al gauw van terug toen ik een keer in de keuken stond. En daar piekmomenten en ja, eigenlijk niet meer je passie in het keuken, in het koken kon steken. Dus was je constant weer heel hard bezig met heel veel producten van de toonbank zien te krijgen als het ware. En dan had je weer een half uur niks. En dus daar kwam ik eigenlijk erachter van, nou, dat is eigenlijk niet precies wat ik nou wil. En toen ik naar de voorgrond ging, dus achter de bar kwam te staan, ja, het is wel leuk om met mensen bezig te zijn. En mensen ook ja, in de watten te leggen, ook met hun in gesprek te gaan. Ik was zelf, was ik in die tijd echt veel bezig met gamen. Dus ik zat eigenlijk altijd thuis. Slecht voor je, dat weet je. Nou, het is niet heel erg slecht voor je. Je komt er, uiteindelijk kom je erachter dat je heel veel dingen hebt geleerd van een spel. Maar dan moet je er wel een keer mee stoppen. En ja, ik was er mee gestopt en eigenlijk vlak na wat pijnlijke momenten. We hadden wat familieleden die overleden en ja, daar ging ik veel meer nadenken over waar ik nou mee bezig was. En toen heb ik eigenlijk, ik was altijd wel gek van technologie, maar ik was er eigenlijk helemaal niet technisch. 2 linkerhanden, ik kan eigenlijk weinig bouwen, maar ik had wel altijd van, dat is gaaf, ik moet het nieuwste van het nieuwste moet ik hebben. Nou, dat was toen met gameconsoles, dat was met PlayStations en zo. Nou, toen daarna ook met andere soorten technologie. Met bijvoorbeeld Makey, vind ik zo'n lachen ding. Dan kan je aansluiten in je computer en je kan een banaan of zo aansluiten. Ja, muziek en dan maken, kan je daar muziek maken met de banaan. Ja. Dus dan wordt het ook voor een leek zoals ik, wordt het begrijpelijk. En dan is het, dan kan je ook daarin je creativiteit kwijt. En dat had ik wel heel veel vanuit. Ja, koken en daarin je creativiteit uiten. Dus elke keer met nieuwe dingen. En met vanuit restjes, als je dan op de kamers gaat, vanuit restjes voor de creatiefste gerechten maken. En ja. Nou, dat had ik wel dus. Dus ik denk vanuit de horeca-achtergrond van bezig met dingen creëren voor anderen. Dat het wel uiteindelijk terecht is gekomen met technologie. En toen uiteindelijk met onderwijs, waar ik op door heb gepakt. Ik ken best een misschien kan ik er zo een stuk of 4, 5 mensen opnoemen die hier te gast zijn geweest. Die niet dezelfde opleiding als jij hebben gedaan, maar bijvoorbeeld de hotelschool hebben gedaan. En daarna in de wereld van start-ups of Seeds&Meat bijvoorbeeld zijn terechtgekomen. Wat maakt dat een logische stap? Nou, je bent altijd bezig voor de klant. Dus de klant is koning. Bij ons is de gast, want je mag niet eens de klant noemen, want de klanten komen bij de hoeren, zeggen ze wel eens. Dus wij kijken altijd vanuit, ze noemen het design thinking, we kijken eerst vanuit een doelgroep. Dus we vragen eerst van wat hun behoefte is. En ik denk dat goed is om bij startups of een onderneming altijd mee te beginnen. Ja, als je als developer bijvoorbeeld iets maakt en het slaat eigenlijk niet aan op iemand die het moet gaan gebruiken, alleen omdat je het zelf mooi vindt. Dan heb je er weinig aan. En dat zie ik bij kunsten die heel erg op hun eigen creativiteit zijn geuit.
dat ze daar moeilijk ook een eigen onderneming uit kunnen halen. En dat is gewoon heel lastig om iets te maken wat voor jou heel mooi en heel prachtig is, als je niet gaat vragen bij daarbuiten wat ze ervan vinden. En dat is denk ik mooi wat je bij de horeca meekrijgt. Je bent altijd met je eindgebruiker in gesprek over wat je beter kan doen en wat je lekkerder kan koken. Of die feedback is zo belangrijk. Ja. Eén ding fout en je bent eigenlijk afgeschreven in de horeca. En is jouw kracht dan ook dat je zeg maar die eigenschappen, die deskundigheid, dat je die meebrengt in die wereld waar je nu actief bent? Ja, ik vind het heel leuk. Ik ben hackathons gaan organiseren. Vorig jaar ben ik begonnen met onderwijshackathon. Ook een beetje vanuit de gedachte van, onderwijs moet leuker. Ik heb altijd met tegenzin ben ik naar school gegaan en ik was dus gewoon steeds meer aan het gamen. Het was ook best wel simpel, van HAVO naar VMBO gegaan, dan werd het een stuk makkelijker. Dus ik had meer tijd om te gaan gamen. Ja. En dat miste ik eigenlijk wel in onderwijs. Dus ik ben toen hackathons gaan organiseren, eigenlijk met de intentie om onderwijs, of eigenlijk leren, leuker te maken. Want leren hoeft helemaal niet te stoppen als je klaar bent met school. Het moet juist zo leuk zijn dat je het hele leven wil blijven doordoen. Want ik kan eigenlijk wel heel mijn leven door blijven gamen. Maar daar schiet ik misschien niet zoveel mee op. Maar als die principes van gamen in onderwijs terugkomen, dan denk ik dat het ook niet meer uitmaakt waar je leert. Of op welke tijd je leert. Of dat je dan levenslang kan leren. En dat het niet uitmaakt als je bijvoorbeeld een keer je baan verliest. Dat je dan weer heel snel jezelf adaptief op kan stellen en iets kan bijleren waar je een nieuwe baan uit kan. Onderwijs is een taaie wereld. Het is niet makkelijk om het onderwijs te veranderen. Yeah. Wat zijn je ervaringen daarmee? Want je hebt hier een aantal folders liggen. Eentje is dus van die hackathon rondom educatie die je gaat doen. Ja, wat ik merk is dat je echt alle stakeholders nodig hebt om binnen onderwijs iets te veranderen. Dus wat ik probeer te doen bij de onderwijshackathon, of wat ik eigenlijk al twee keer heb gedaan, is proberen om alle stakeholders bij elkaar te halen. Dus ook directies van scholen, maar ook uitgevers. Voornamelijk de uitgevers die hebben nogal een stugge voet in de markt. Die zijn lastig te overtuigen van nieuwe ideeën, want de meeste nieuwe digitale ideeën die breken af aan hun eigen businessmodel. Want dan gaan ze of minder boeken verkopen, of tegenwoordig online, als het online staat, is het gauw gratis en dan is het gauw makkelijk te kopiëren en te plakken. Dus digitale producten die dan uit zo'n hackathon komen, daar kijken ze vaak wel goed naar op, maar ze doen er niks mee, omdat ze daar zelf geen brood uit kunnen gaan halen. Dus wat ik met de onderwijssector doe, is proberen om designers, developers, degene die het functionele stuk kunnen maken, die probeer ik te combineren met ondernemers, edtech ondernemers of onderwijsvernieuwers. En die in een team te zetten en te kijken van didactisch combineren met heel erg sterke technische kennis, om in 24 uur tijd gewoon een oplossing te bedenken voor een probleem wat misschien al jarenlang er ligt en waar een school misschien wel 10 jaar lang vergaderingen ervoor nodig heeft om dat op te lossen. En omdat ze ook verder nooit eigenlijk met IT in aanraking komen. Dus ze hebben wel een afdeling waar ze de service als het ware van de mediatheek oppakken. Maar dat is totaal anders als er iets gebouwd moet worden. Ja. Hey, jij bent hier actief mee. Je zei, ik ben begonnen met, of na de HAVO opleiding gedaan. Was het idee van kok te worden. Ja. Wat vindt je familie van deze carrière moves die je aan het maken bent? Ja, de meesten snappen het volgens mij niet helemaal. Nee, ja, het is lastig om het uit te leggen, want ja, je bent... Je had ook gewoon Jamie Oliver kunnen zijn nu. Ja, je bent bezig met innovatie en innovatie is nogal een breed begrip. En ik ben dan nu wel richting onderwijs veel meer bezig als dat ik in een andere sector bezig ben. Maar ja, het is eigenlijk geen achtergrond in opleiding. Ik heb daar verder niks aan gedaan. Ik hoor ik opleiding nou een innovatiestudie, een HBO Advanced Business Creation. Ja, daar richt je wel op innovatiemanagement. Maar ja, dan om dan onderwijs in te gaan, er zijn er weinig die dat doen. Dus, hey, wat leert jou dat? Wat, al die opleidingen heb je niks aan gehad? Ja, aan die horecaopleiding heb ik eigenlijk wel heel veel gehad. Want daar heb je dus die principes geleerd van, je moet de gast voorop stellen als je iets gaat ontwerpen. Dus die moet je continu betrekken bij het ontwikkelproces.
En bij de studie die ik nu doe en nu aan het afstuderen ben, dan leer je echt hoe je in een team dus ook innovatie kan managen. Dus hoe kan je dat faciliteren? Is innovatie te managen? Nou, als jij de brug kan slaan tussen de creatief en de technicus. En is het door een schoolverlater te managen? Dat is de volgende vraag. Is het door een? Schoolverlater te managen. Kan je dat leren? Kan je het leren? Kan je 4 jaar leren? Dit is innovatie. En zo ga ik het managen. Want jij moet straks een baan hebben. Er staat in de krant, moet er ergens een advertentie in de krant staan. Ja. Gezocht, innovatiemanager. Ja, meestal kom je dan op de research and development afdeling. Of je komt bij een afdeling, bijvoorbeeld een marketingafdeling. Daar best wel veel studenten van onze studie komen uiteindelijk daar terecht. Omdat daar ook veel in verandering is. Van analoog naar digitale marketing, van growth hacking en dergelijke. Daar hebben heel veel bedrijven nog moeite mee. Dus je ziet dat best veel vacatures gevuld worden vanuit onze studie in de marketing. Ja, ook degenen die echte strevers zijn. En in HBO is maar 6% ondernemend. Dus van al de studenten die HBO's doen, dat is maar 6% eigenlijk maar ondernemend van. Ja, die kunnen ook een eigen baan creëren of een eigen onderneming creëren. Is dat wat je eigenlijk wil? Ja, dat wil ik wel, ja. Gewoon bezig zijn met je eigen projecten waar je hart op ligt. Gewoon, ja, ik heb nou de ambitie neergezet om binnen de komende 6 jaar 1 miljoen mensen te leren om te ondernemen. En ja, dat moet je gewoon leren door te doen. Dus daar probeer ik ze eigenlijk met een programma, heet nou Tech Europe, Technology Entrepreneurship College. Daar proberen we 20 weken, op de maandagavond doen wij het in Eindhoven, daar zit ik in het bestuur. Proberen daar lessen te geven rondom ondernemerschap. Lean Startup komt daar heel veel in terug. En constant hypotheses testen aan de markt. En uiteindelijk hopen we dat ook mensen zichzelf hebben teruggevonden. Zo, waar ben je nou echt goed in? En wat is nou je rol in een team? En waar kan je absoluut niet mee samenwerken en waarmee wel? Dat team is gewoon essentieel als je een start-up gaat bouwen. En ja, dat fascineert me gewoon vanuit onderwijs. De gap die er nou komt tussen onderwijs en de bedrijven. De markt die is groter en groter aan het worden. Want ja, onderwijs kan niet zo snel veranderen als de markt verandert. Dus dan moet je ze maar meenemen in een... Hoe ga je dan ondernemen? Hoe stel je adaptief op? Dus daar ben ik constant mee bezig. Dus want jij zegt, dus mijn doel is in de komende 6 jaar 1 miljoen mensen te leren ondernemen. Ja. Dus school is even een tussenfase voor je. Een hele mooie speelruimte. Ja. Je hebt veel ruimte om dingen te doen. En je hebt ook een ruimte waar je ook met experts in contact komt. Je kan je docent ook heel anders zien als coach of dergelijke, waar je gewoon met je vragen terecht kan. Andere kant is, hè, als je, ik ben daar natuurlijk heel erg voor en ik vind het ook mooi als jij, als je plannen, ideeën en cetera om dat te gaan doen. Maar ja, als we met z'n allen ondernemer zijn, hebben we geen bedrijven. Hoezo niet? Ondernemers maken toch bedrijven? Ja, maar er zijn ook mensen die daar werken, bedoel ik. Dus het is op zich niet zo gek dat zeg maar 6 of 10% van de mensen misschien de initiatieven neemt. Ja. En dat een groot deel... Stel dat je 100% van de mensen de initiatieven neemt. Wie helpt die initiatieven dan groot te maken? We hebben ook die andere mensen nodig, bedoel ik. Ja, zeker, zeker. En dan zie je ook in die teams van als je bezig gaat met een groep. Nou, we zitten met 15 studenten in Eindhoven. Dat zijn dan voornamelijk HBO-studenten. Een mbo-student en een wo-student. Maar dat zie je ook echt gewoon aan de personen van... Oké, dat is geen ondernemer. Maar dat is wel een ondernemer, iemand die heel goed in een start-up kan gaan werken. Want die heeft dezelfde mentaliteit, die heeft een probleemoplossend vermogen... en die is heel adaptief en die is flexibel in zijn werkzaamheden. Als hij maar gewoon concreet uitleg krijgt van wat hij moet doen, dan gaat hij het doen. Dus daar kom je wel tegen, ja. Je kan niet iedereen een ondernemer maken, maar je kan ze wel ondernemend maken. Ook binnen een bedrijf. Hè? Je kan ook ondernemende mensen nodig in een organisatie. Ja. Fantastisch. Wanneer, nog eventjes voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de Campus Party en de bijbehorende hackathon. Wanneer is het en waar kan men meer informatie vinden? Nou, de Campus Party is in de jaarbeurshallen van 25 tot 29 mei. En 25e beginnen we in de avond. En we zijn bezig met... Eurocommissaris te regelen voor de kick-off, dus de opening. En dan Nelly Kroes op de zaterdag was de sluiting, de award ceremony, zoals het noemt. Nou, tussen de 25 en de 29e mei zijn er 30-tal hackathons. Dus mijn onderwijshackathon is er maar eentje van, die duurt 24 uur. Die begint 26e en die eindigt de 27e. Dus je kan binnenkomen wanneer je wil. Je
kan kijken op de website nl.campus-party.org naar wat het programma is en welke challenges er zijn. Voor eigenlijk elke sector is er wel een challenge. Dus Je ziet een heel klein plaatje op je folder, hè? Want het idee is dat in de jaarbeurs hallen al die tentjes, allemaal tentjes staan, dus mensen daar ook kamperen. Ja, dat is zeker de bedoeling. Ja, wat we nu zien is dat, dat de eerste aanmeldingen, bijna allemaal aanmeldingen zijn vanuit het buitenland, dus van voorgaande edities. We hebben bijna 100 aanmeldingen vanuit Brazilië, we hebben uit Slowakije hebben we aanmeldingen, uit Polen, we hebben uit UK heel veel aanmeldingen, Spanje natuurlijk, waar heel veel edities zijn geweest. Dus het wordt echt een heel internationaal feestje, als het ware. Een feestje, ja, je kan en gamen, want er is een game room. En met virtuality spelen. Je kan in een virtuality bioscoop, maar ook drone racen. Of je gaat gewoon workshops volgen. Je gaat sprekers luisteren. Je gaat daar aan de gang met hackathons. Dus je kan daar echt de hele dag door, kan je daar dingen doen. En het mooie aan die campusparty is dat je dus daar slaapt. En daar hebben ze nu 2 jaarbezallen voor beschikbaar gesteld om alleen al die tenten daar neer te zetten. Ik ben pas nog even door de jaarbeurshallen gelopen, maar die hallen die zijn gigantisch, hè? Die zijn echt heel groot, ja. Die zijn zo... Ja, daar kan je echt gewoon uitkijken. Ja, je bent er wel een uurtje aan het lopen als je van A naar B, van hal 1 naar hal 11 moet. Waar die tenten 10 en 11 staan, dan ben je wel even aan het lopen. Ja. Nou, fantastisch. Ontzettend veel succes daarmee. En succes met alle andere dingen die je aan het doen bent. We maken hier vervolgverhalen, dus we komen zeker nog een keertje kijken hoe ver je al bent met op weg naar het miljoen. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel voor het uitnodigen. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken. Je weet, we danken zoals altijd Streamzilla voor de stream voor de live kijkers. We danken 2ML voor de hosting van de site en Bier & Co. voor de bieren. Welk bier had jij? Ja, dat is een lekker biertje. Dat heet Christoffel. Dat is een wijze. Een IPA. Wijze en IPA, hè? Combinatie. Ja, ik drink de Brewdog Punk IPA. Dus we hebben afgesproken met Bier & Co. dat we het ook zeggen als we het niet lekker vinden. Dat geldt ook voor jou, hè? Dus nogmaals, was die lekker? Ja, als hoor ik, als hoor ik hem, dan vind ik hem goed. Ja, hij is goed gekeerd. Nou ja, een beter compliment kan je in die zin niet hebben. Dank voor het kijken. Kijk nu live, blijf kijken. Want straks praten we hier verder over de blockchain.